We zijn aangekomen bij de contentstrategie van Miele. Eerst wil ik het met jullie hebben over de nieuwe storylijn, daarna over de contentdistributie en als laatst zal Merel de nieuwe contentcreaties laten zien en onderbouwen. Er zijn veel momenten in het leven, mooie en ook minder mooie momenten. Iedereen is anders en leeft zijn leven op zijn eigen manier. Wij zien de gezichten van onze wasmachinegebruikers en wij zijn er op alle momenten voor jou. Aldus de nieuwe contentstory van Miele voor de doelgroep 25 tot en met 40 jaar. De Voor Jou campagne van Miele gaat over verschillende mensen met verschillende levensstijlen. Over mensen zoals jij en ik. Vrijgezel, getrouwd, wel of geen kinderen, het maakt eigenlijk allemaal niks uit. Want uiteindelijk hebben zij één ding gemeen en dat is Miele. De Voor Jou campagne gaat niet zozeer over Miele, maar meer over de wasmachinegebruiker. Om de campagne iets minder serieus te maken en om fun te creëren, wordt er ook gebruik gemaakt van de Miele cartoonwasmachine die praat en beweegt. Met de inzet van deze campagne wordt er herkenning gecreëerd. Verschillende mensen gaan zichzelf associëren met een persoon in de foto of in het filmpje. En ze herkennen de cartoonwasmachine. Het is de bedoeling dat de cartoonwasmachine een soort van mascotte voor Miele gaat worden. Wanneer mensen de cartoonwasmachine zien, weten zij gelijk dat het om een reclame van Miele gaat. De content van de Miele voor jou story zal via social media worden uitgezonden. Dit wordt gedaan aan de hand van Facebook en Instagram advertenties. En organische posts op Facebook, Instagram en YouTube. Uit het SPSS onderzoek blijkt dat Miele op dinsdag de meeste respons op haar berichten ontvangt. Daarom is er ook gekozen om de verschillende advertenties wekelijks op dinsdag live te zetten. De organische posts worden op dinsdag en vrijdag geplaatst. Verder is ervoor gekozen om alleen maar engagementcampagnes te gebruiken en geen conversiecampagnes. Hier hebben wij een hele goede reden voor. Miele verkoopt zelf geen wasmachines via haar eigen site. Dit betekent dus dat de landingspagina bijvoorbeeld de Coolblue site zal zijn. Wij denken dat dit verwarrend zal zijn voor de consument of in het ergste geval zal de consument een wasmachine van de concurrent aanschaffen. Nou, tot zover. Dit waren de contentstory en de contentdistributie. Merel zal het nu van mij overnemen en de contentcreaties laten zien en onderbouwen. Dankjewel.